Ik ben hier vandaag bij onze klant van Kessel Fruit in Velddriel. Een hardfruitbedrijf dat dagelijks werkt met onze software Foodware en Power BI. En daar willen we natuurlijk meer van weten. Vertel eens, Jacques, wat doen jullie hier precies bij Van Kessel Fruit? Bij Van Kessel Fruit zijn wij gespecialiseerd in Hollands hardfruit. Wij beheren de gehele keten van de afzet tot aan de teelt. De teelt hebben wij in eigen handen met eigen teeltbedrijven en een aantal vaste telers. Waarvan wij de opslag en de koeling doen tot aan het sorteren en verpakken en uiteindelijk de afzet naar de supermarkten. Als het gaat om appels en peren, aan wat voor problematieken moeten we dan denken? Dan moet je denken aan alle weersomstandigheden die te maken hebben met de teelt van het product. En tevens daarna ook de opslag gedurende het seizoen van de appels en de peren. Wanneer deze in de koelcellen opgeslagen worden, kan het natuurlijk gevolgen hebben voor de kwaliteit. Daarnaast hebben we nog te maken met alle wensen van onze klanten met betrekking tot certificeringen, residuen, kwaliteit, etc. Zouden we het proces eens van dichterbij kunnen bekijken? Ja, natuurlijk. Kom maar mee. Om dit soort problematieken op te lossen, zijn jullie gaan werken met Foodware en Power BI van Schouwinformatisering. Wat heeft tot deze keuze geleid? Door het toenemend volume in onze productie waren we genoodzaakt om meer grip en controle te krijgen op alle resultaten en uitwerkingen van onze partijen. Foodware en Schouw waren daarin onze perfecte partner. En waar zit dan de behoefte om te gaan werken met Power BI? Wij wilden met één druk op de knop toegang hebben tot alle data uit Foodware, van inkoop tot productie, tot kwaliteit en verkoop. Welke voordelen hebben jullie nu jullie met Power BI aan de slag zijn gegaan? We hebben nu een perfect beeld van alle kosten en opbrengsten van één partij, dus als het ware een partijresultaat van één teler. Omdat je natuurlijk werkt met natuurproducten is geen enkele partij hetzelfde en heb je natuurlijk continu verschillende partijresultaten. En wat levert het nu uiteindelijk allemaal op? Nou, door het gebruik van Power BI hebben we veel meer inzicht gekregen in al onze processen en dan kunnen we veel gerichter aansturen. We werken veel kostenbesparender en ook veel verder vooruitdenkend, waardoor we veel beter onze groeiambities kunnen waarborgen. Oké, goed om te horen. Ja. Zo, nou bedankt Jacques voor de heldere uitleg. Ja, dankjewel. Tot ziens. Tot ziens. Het is duidelijk dat er veel winst valt te behalen met Power BI. Wil je nou meer weten over Power BI, Foodware 365 en het platform Microsoft Dynamics 365? Neem dan een kijkje op onze website foodware365.com. Dan neem ik nu een appeltje voor de dorst.